Mijn naam is Pascal van de Bussen. Ik ben mede-zaakvoerder van Breeduin, vakantiepark, waar we momenteel bezig zijn met de bouw van 317 huisjes. We hebben die vergunning bekomen in 2013 en toen was er nog niet zo groot sprake van al de klimaatgevolgen, zeg maar, dat we nu meer en meer aan de lijf ondervinden. Maar destijds is toen al beslist, in plaats van voor de watertoets, om in eerste instantie herbruik te gaan doen voor je water en dan pas infiltratie en buffering. Die regenwaterputten per woning vonden wij een moeilijke oplossing, omdat ja, dan moet je zo ieder jaar gaan kuisen, die pomp gaan nazien, 317 keer in ons geval. Vandaar dat wij gekozen hebben voor een centraal systeem. We investeren in die vijver, heeft ook een recreatieve waarde. Dat is eigenlijk de aanleiding geweest om dan na te denken, oké, ja, je hebt dan een vijver. Hoe krijg je dan proper water uit? En op die manier zijn we dan bij Dion van Rietland terechtgekomen. Deze vijver die is op grond van de bouwvergunning is die aangelegd geworden om regenwater te bufferen. Deze vijver is een speciaal systeem, want een vijver zoals dit, zeker in een warm weer en als daar veel zon in straalt, krijg je gemakkelijk algen in die vijver en dan krijg je een groene soep. We hebben hier een filter die bestaat uit lavastenen en argexkorrels. En onderin die filter ligt een beluchtingssysteem. Dus daar kunnen we lucht in blazen via kleine gatjes. En die lucht die stijgt op in belletjes naar de oppervlakte. En op die manier kunnen dus de bacteriën die op de korrels leven, die worden van zuurstof voorzien die ze nodig hebben om het water te kunnen zuiveren. Onderin het filter ligt ook een drainagesysteem. Daar wordt het propere water doorgevoerd naar een grote pompput. Die pompt het water terug helemaal naar het begin van de vijver en zo krijgen we een circulatie door de vijver. De andere kant van het verhaal is in diezelfde put zit ook een pomp die water kan pompen naar de woningen voor de toiletten te spoelen. Dus op die manier gaan we hier regenwater kunnen gebruiken om alle vakantiewoningen van spoelwater voor de toiletten te voorzien.